eerste ontsteking. Beetje knullig wagentje. Hadden jullie niks beters kunnen pikken? FN. Officierspistool. Uiterst efficiënt op de korte afstand. Zeer geschikt voor de granadeschot. Smith & Wesson. Amerikaans. Loopt elke sheriff mee. Colt Browning. Zware terugslag, dus geen jongenspeelgoed. Schiet je mee door iedere panzerwagen heen. En van elke mof blijft alleen gehakt over. Kost alleen een beetje meer. Hoeveel? 5000. 5000, we hadden 3000 afgesproken. Krijgt de verzet geen korting? Tuurlijk. Ik verkoop ze nu al voor de helft van de normale prijs. 5000 kunnen we niet betalen. Maar mensen, ik moet toch ook een brood verdienen? Die dingen raak ik normaal aan de straalsteden niet kwijt. En dan wordt het eindelijk oorlog en verkoop ik geen wapens. En van de Duitsers hoef ik geen klandizie te verwachten. Zo'n verwijzer? Zelf gemaakt? U kunt er 10 krijgen. En 3000 gulden. Akkoord. Wacht. Dit is het bevolkingsregister. Hier liggen de kaarten van de arbeidsinzet. Die moeten we vernietigen. Niet schieten. Anders hebben we binnen 5 minuten de hele SD op onze nek. Begrepen? Is alles er? Een beetje opschieten hebben we niet meer dan 20 minuten. Volgende keer ga ik wel mee. Dit is geen werk voor vrouwen. Jullie zijn 30 minuten te vroeg. Opdracht van het hoofdbureau. Er zouden verdachte personen zijn gesignaleerd. Oh, daar heb ik niet van gemerkt. Hoofdbureau, wilt u openmaken? Controle. Mag ik het pasje even zien? We hebben haast, man, zeur niet. Want het pasje gaat de deur niet open. Iedereen kan wel zeggen dat hij van het hoofdbureau is. Snel, Geert erin, buiten pacht. Wat doen we met de speciale lijsten? Verbranden of meenemen? Ga maar liggen. Laat maar verbranden. Iedereen naar beneden. Snel! Jullie zijn te vroeg.
kan nog een biertje gaan drinken. Ik heb een telefonische melding gekregen over verdachte geluiden. Ik heb geen verdachte geluiden gehoord. Jij wel? Nee. Niks mee te maken, controle. Controle. Oh ja? Door wie dan wel? Hoofdbureau, er zijn verdachte geluiden gehoord. Ik heb niemand gehoord. Doe open. Mag ik een pasje even zien? Man, zeur niet. Zonder pasje doe ik de deur niet open. Iedereen kan wel zeggen dat hij van het hoofdbureau komt. Doe open! Deze man moet onmiddellijk op rapport. Commandant bevolkingsregister. Nee, alles is in orde. Niks bijzonders te melden. Nee hoor, maak je geen zorgen. Niks aan de hand. Goed. Dag. Waar is de ontsteking? Gaan jullie maar, ik steek de boel wel aan. Peter, dat is veel te gevaarlijk. Zeur niet, Paul, ik doe het. Geen sprake van. Al dat werk voor niks. Amateurs. Wat doe jij hier? Ben je helemaal krankzinnig geworden? Niet slecht voor een vrouw, hè? Ik zet hem op 8:00, oké? Ja, 8:00. Hard gewerkt. Ik ben medeoprichter van de Diamantbewerkersvakbond. Ik heb mijn dochter Lisa altijd de beste opvoeding gegeven die ik geven kon. Ik heb haar naar een gewone middelbare school gestuurd. En daar heeft ze de jongen leren kennen. Ze gingen wel samen uit, wandelden samen. De avond hadden ze gedanst. Ze kon niet meer over straat omdat de avondklok al was ingegaan. En hij heeft haar toen met een paar vrienden mee naar huis genomen. En daar hebben ze haar... Lisa heeft ze verzet. Ze heeft haar eer verdedigd. Maar ze hebben haar gedwongen. En waarom komt u nu naar mij? Die jongens bedreigen ons. Ik durf Lisa de straat niet meer alleen op te laten gaan. Ze moet verdwijnen. Lisa Blok... Lisa Blok, 17 jaar, ongehuwd. Eukewald. En geen kinderen. Ik moet Lisa even onderzoeken. Onderzoeken waarop? Nou, is een eenvoudig medisch onderzoek. Maar bent u dan ook nog arts? Nee, ik heb een volmacht. Je bent zwanger, hè? Meneer Blok? Ja. Lisa moet onderduiken. Onderduiken? Dat is toch verboden? Ze moet emigreren naar Zwitserland via de lijst van generaal von Spiegel. Dat kan von Spiegel toch officieel regelen? Ja, nee, daar ga ik ook met de generaal over spreken. Maar in de tussentijd moet Lisa onderduiken. Een paar weken. Hoogstens een paar maanden. Totdat de generaal alles geregeld heeft. Maar denkt u dat generaal von Spiegel het goed vindt dat Joden onderduiken? Ja hoor, onderduiken mag tot de emigratie van start gaat. Om uit de handen van de SD te blijven. Maar het kost wel geld. Dit is alles wat ik heb.
Ja, dat moet voldoende zijn. Kent iemand van jullie Bloemberg? Nee, nooit van gehoord. Een Jood. Werkt samen met de Duitse generaal von Spiegel. Stelt een immigratielijst samen van Joden die niet naar Polen hoeven. Smakelijk samen. Leen, laat je eens bekijken. Spiksplinternieuw. De hele administratie heeft nou ook uniformen. Plus dezelfde rechten als de gewone politieman. Staat je prachtig. Net een aap in een apenpak. Pas op, Neeltje. Anders trouw ik niet meer met je. Stil. Ga zitten en eet je soep. Nu je zo'n uniform hebt, hoef je helemaal niet meer bang te zijn, hè? Ga je straks even mee, Lisa, wegbrengen? Tuurlijk. Haak mijn pak aan. Heb je lekker gegeten? Een verbrandhaard te zien met sirenes. Ja? En waar was de brand dan? Een heel groot huis. Nee, het was het paleis van de koningin. Het paleis van de koningin? Ik ga nog even werken. Blijf je op je atelier slapen? Ik denk het wel, ja. Ja. Klopt. Perfect nagemaakt. Prima vakwerk. Ik heb zo nog blanco. 500 gulden per stuk. Alles wat u er meer van krijgt is voor uzelf. Goeie handel. Onderduiken kan gevaarlijk zijn. Als de Duitsers je te pakken krijgen, dan kan niemand je meer helpen. Hè? Ik ook niet. Dus wees voorzichtig. Je draagt nu een Joods kind in je. Ook al is de verwekker niet Joods. Volgens onze wetten hoort hij bij ons volk. Nou, meid. Voortaan heet je Annie de Bruin.
Zonde. Wel lekkere meid. Hallo. Ik wilde net in bad gaan. Stellt u vast, wie das ist, und ihr rapportiert mal. Sprechen Sie Deutsch, bitte. Es ist besser für meine Arbeit, wenn ich Holländisch rede. Diese Sache übernehme ich selbst. Stellen Sie fest, wie das ist, und erstatten Sie mir so schnell wie möglich Meldung. Heute Nacht eine Großrazzia. 250 Juden. Juden? Als Repressalie ist das neu. Die Terroristen machen es uns schon leichter. Und wo wollen Sie die Adressen hernehmen? Dazu haben wir doch den jüdischen Rat. Der hat die beste Verwaltung, die wir uns wünschen können, oder? Er ist eine große Razzia gewesen vannacht. Das hele Bevolkungsregister ist ausgebrannt. Der SD ist rasend. Gut, ich komme ran. Ja! Komm herab! Lee, doe jij hier aan mee? Ik moet wel. Deze dienst. Doorlopen! Een beetje snel. Maar, meneer Bloemberg, help ons. Ze hebben ons gepakt toen wij probeerden te vluchten. Maar u hebt toch zelf gezegd dat generaal van Spiegel het goed vindt als wij onderduiken. En nu zijn wij ineens strafgevallen. Ja, ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Hè? Ja. Een appelbom. Zeg, kunt u die meneer en mevrouw Blok niet van de straflijst halen? Nee, ze zijn zonder sterren gearresteerd. Nou, dan geef mevrouw Blok toch naald en draad om die dingen weer vast te naaien. Nee, daar moet orde en regel zijn. Anders nemen de Duitsers alles zelf in handen. Dan zijn we nog weer verder van huis. Komt in orde. Allerlei mensen zeggen dat ze op uw lijst staan. Hebt u zo'n lijst voor me, anders gaan ze op transport. Oh, ik zal mijn mensen wel even op uw lijst arresteren. Nee, de Duitsers eisen door zijn nederlijst. Oh, maar dat heeft de generaal absoluut verboden. Goed dan, streep u ze aan op de verzamellijst. Ik zal wel zeggen dat het klopt. Alsjeblieft. Zo, dat hebben we allemaal te danken aan dat verdomde verzet. We moeten opschieten, we mogen ze niet laten wachten. Oh, korrekot. Ik hoop dat we er 250 overhouden. Die Bloemberglijsten. Bloemberg? Ja. Voor Spiegellijst. Hier tekenen. Heeft u een pen voor mij? Ga zelf maar eens zoeken. Denk toch niet dat ik voor een Jood een pen ga halen? Aber bitte zurück, ja? Ik heb in diesem Krieg schon 2 Führer verloren. Linksverzamelen. Esther Appel. Fritz van Gass.
Haas, David Blok, Marta Blok, Simon Bril, Gabi Bunker, Mosje Katz, Eva Citroen, Job Foster, Benjamin Dan, Alia Flora, Eddie De Haan. Es sind nur 248. Wir hatten 250 verabredet. Es tut uns schrecklich leid, Herr Schwarzhaber. Dann gehen Sie beide eben auch mit. Aber wir sind doch vom jüdischen Rat. Egal. 250 sind 250. Die zwei haben sich strafbar gemacht. Warte. Sie waren unterwegs, ohne Stellen. Meneer Blumberg, help ons nou! Maak u zich geen zorgen. Generaal von Spiegel helpt wel uit het kamp. Zulke pistolen. Kom zo snel mogelijk. Ik hou hem wel bezig. Zijde van de ziel. Ja, maar je ziet er zo anders uit. Zelfportret is altijd een spiegelbeeld. Lena, jullie moeten onderduiken. Hoezo? Wanneer? Nu. Meteen. Kom. En waar blijf jij? Ik breng jullie daar naartoe. Kom je bij ons? Het is beter dat we elkaar een tijdje niet zien. Het is maar tijdelijk. Zodra ik kan, kom ik naar jullie toe. De heer Kohler van de SD verzoekt u even bij me langs te komen. Ja, dat is goed. Ik kom morgenochtend. De heer Kohler wil liever dat u nu met ons meekomt. We vieren vanavond nieuwjaar. Nieuwjaar in september. Joods nieuwjaar. Kan mijn man echt niet morgen komen? Unser Arzt braucht Hilfe. Wer ist dieser Jude? Es ist mein Häftling, Herr Dr. Blumberg. Aha, Herr Blumberg, ja. Der Mann mit den Listen. Und? Wie geht's General von Spiegel?
General von Spiegel geht's gut. Herr Blumberg. Und haut gut. Bleib out, wird von Schwarz. Brat nooit mit Schwarzhofer von Spiegel. Nooit. Blumberg und von Spiegel sind mein Sarg. Der Hut. Es geht um einen bestimmten Block, einen Diamantarbeiter. Er ist arrestiert, setzen Sie sich. Er ist arrestiert, sonder Jodenster, ob der Weg nach seinem Unterdeuker-Dreis. Block sagt, er hat ihn dazu angesetzt. Wo könnt ihr das noch tun? Was soll General von Spiegel hier wel nicht von finden? Maar meneer Kohler, ik heb hier niets mee te maken. U denkt toch niet dat ik iets zou doen dat tegen de wet indruist? Ik zou het vertrouwen van generaal van Spiegel toch nooit beschamen? Nee, ik denk dat meneer Blok zich vergist heeft. Die man is in paniek geraakt. Hij heeft de eerste de beste naam genoemd die in zijn hoofd opkwam. Ja, het probleem is, hoe moet ik mijn chef verklaren dat de ene Jood liegt en de ander niet? Verscheurt u het procesverbaal van meneer Blok? Proces verbaal, dat eenmaal is opgemaakt, kan ik niet zomaar vernichten. Het beste lijkt mij dat mijn chef met Berlin telefoneert en met Van Spiegel overlegt. Maar we kunnen generaal Van Spiegel toch niet met zo'n kleinigheid lastigvallen? Generaal zal ik graag helpen. Ja. Dan kan ik nu gaan. Ja, ziet u. Het is vanavond Joods nieuwjaar, dus als u het goed vindt, zou ik nu graag naar huis gaan. Spijt mij vreselijk. Maar ik heb mijn voorschriften. Blumberg gaat met zum Gefängnis. Wachtmeister is die Hauptquartier. Die twee Häftlinge komen. Hier, Wachtmeister, Gefängniswache. Die beiden Häftlinge sind eingetroffen. Dieser Wagen wird gefordert. Ja, aber das geht so mal nicht. Mein Chef... Ihren Chef wird völlig von der Wehrmacht entschädigt. Raus. Danke. Und auch bedankt namens der Führer. Dat jij marconiste bent, is dat zo? Uh-huh. Had ik niet achter je gezocht. Ik heb veel verborgen talenten. Maar schilderen kan je niet. Kom op. Ja, je moet veel langere streken maken, zo. Voel je? Nou zeg, wat een streken. Oh, ik heb nog veel meer streken. Zal ik ze je leren? Nee,
Zo is het al voldoende voorlopig. Geen gedonder in de groep. Geen rivaliteit of jaloezie. Als jij jaloers wordt, als ik eens een keertje met een andere vrouw sta te praten, kan je de witte maar meteen mee ophouden, begrepen? Maar ik ben wel zwanger. Ik trouw met je na de oorlog. We hebben precies 6 minuten voor de hele operatie. Paul, jij rijdt de auto. Klaas? We kunnen het beste daar de wagen klem rijden. We moeten de dokter bevrijden. Hij weet te veel. Zodra de gevaar dreigt, meteen alarm slaan. Sanne, jij gaat mee als verpleegster. Dat zou ik doen. Dat kan niet meer in jouw toestand. Vertrek over 50 minuten. Goedemiddag, heren. Uw richtingaanwijzer werkt niet. Oh, dat is mijn schuld. Ik was vergeten hem aan te zetten. Toch maar even kijken of hij het doet. Uw papieren graag. Wat voor papieren? Uw autopapieren graag. Die hebben we niet bij ons, die liggen thuis. Thuis? Ja, jullie hebben altijd alles thuis. Jullie gaan mee naar het hoofdbureau. Op uw eigen verantwoordelijkheid. Wij vervoeren een zwaar gewonde. Zuster, hoe gaat het met de patiënt? Kijkt u zelf maar. Oh zo. Oranje zal overwinnen. Goed zo, geef me dan maar het sleuteltje van de motor. U heeft gelijk. Slechte aangewoonheden. Hellenberg. Mijn chef had met Berlin telefoniert. Es gibt überhaupt kein von Spiegel. Dat is de eerste punt. Dat staat vast. Von Spiegel bestaat niet. Nu de tweede punt. Wie verstopt zich achter de naam von Spiegel? Hij heeft goede contacten in Berlin en in Holland. Hij heeft u, Herr Blomberg, aangesteld als zijn zaakwaarnemer. Waarom? Wij vermoeden dat het hier zich handelt om een grote complot tegen het Deutsche Rijk. Herr Blomberg, u kunt ons helpen. Wie is de man die achter dat grote complot staat? Wie is Van Spiegel? Ja, maar meneer Kolen, dat is onmogelijk. De generaal Van Spiegel moet bestaan. Ik heb met hem gesproken. Ik heb brieven van hem gekregen. Brieven? Maar dat is belangrijk bewijsmateriaal. Waar zijn die brieven? Bij mij thuis, op mijn bureau. Zal ik even meegaan? Het spijt mij vreselijk. Dat is onmogelijk. U moet nog 1 nacht bij ons blijven. Wachtmeister is die hoofdkwartier. Die 2 häftlingen komen.
is die sleutel? Die hebben we niet. De sleutel, snel! Je hebt alleen een kwartier van de gevangenis en een vastgezant van het SD-hoofdkwartier. Ik moet verdomme die sleutel hebben, anders schiet ik een kogel in je kop. 1, 2... Hey, spreek de waarheid. Zoek een stuk gereedschap, een ijzerzaag, een breekijzer. Kan me niet schillen wat, schil op! Wie heeft je toegetakeld? Schwartz. Dit is Blomberg, je weet wel. Werkt samen met de Duitsers. Kijk uit voor je gezicht, opzij. Geef me maar een sigaret. Hoe is het met je kinderen en je vrouw? Zie je haar nog wel eens? Het is veiliger dat we elkaar nu niet zien. God heeft me tot het verzet geroepen en me daartoe ook de kracht gegeven. Ik dacht sterk te zijn, maar jij moet de leiding van de groep overnemen. Je moet doorgaan met het werk. Handel met overleg. Wees eerlijk, behulpzaam en rechtvaardig. Pleeg geen verzet uit eigen belang of avontuurzucht, maar uit menselijke waardigheid. Het verzet heeft u nodig. We hebben alles aan u te danken. We kunnen niet zonder u. Ik ben 2 minuten te laat. Ik kan ook met de patrouille komen. Naar de wagen, schiet op. Wegwezen! Maak je geen zorgen, we halen je eruit. Ik ben geen held. Ze zei dat alles in staat. Ik ben bang dat ik doorsla. Dat mag niet gebeuren. Je weet wat je te doen staat. Wil je mijn handen vouwen? Ik kan het niet. Doe je plicht. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijn. Wie sah er aus? 1,80 Meter, etwas korpulent, 80 Kilo, schätze ich, in den 30ern. Und sein Gesicht konnte ich nicht erkennen, er war maskiert. War es Peter van Dijk? Den kenne ich nicht. Je moest het doen. Iedereen bewondert je erom dat je dat terug kunt. Zou iemand dat begrijpen na de oorlog? Een moord op je beste vriend? Het is niet jouw schuld, het is de schuld van de moffen. Hij was zo kalm vlak voordat ik hem doodschoot. Heel rustig. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Weet je dat mijn oudste zoontje vandaag jarig is? Heb jij eigenlijk kinderen? Nee. Had je ze niet willen hebben? Jawel. God, dat zijn we zielig, hè? Waar ben je morgen? Het is al licht. In duisternis gaat de ochtend voorbij. Zonder het licht van jouw ogen. Thank you.
Ik ben bang, weet je dat? We zijn allemaal bang. We moeten gaan, anders komen we te laat. Ook nog vragen wat we moeten doen als Bloemer een spion is. Liquideren. Ja, dat duurt te lang. Dan peilen de Duitsers ons meteen. Van wie heb je dat allemaal geleerd? Van mijn man. Die heeft het speciaal in Engeland geleerd. Kan je mij dat ook leren? Bijvoorbeeld, I love you. Sanne, je vader vraagt of je hem komt helpen. Waar is je man nu? Mijn man? Huh? Is gepakt door de moffen, een jaar geleden. Gefusilleerd. Deze brieven zijn zeer goede verfassingen. Hoe komt u daar? Van generaal van Spiegel. Wat deed u daarmee? Invullen. En dan? Dan werden ze bij me thuis opgehaald. Door van Spiegel zeker? Nee, door Van Tuyl. Wie is Van Tuyl nou weer? Dat is een baron, een Hollander, de assistent van generaal van Spiegel. Hoe heeft u generaal van Spiegel getroffen? Ik leende zijn pen. En wat biedt het zurück, ja? En ik vertelde hem dat ik een adviesbureau voor Joden had. En dat interesseerde hem buitengewoon. Aan het einde van het gesprek heeft hij me die pen toen cadeau gegeven. Kijk, hier is hij. Van Spiegel schreef me korte tijd later dat hij bezig was met een immigratieplan voor Joden naar Zwitserland. Het ging in eerste instantie om rijke Joden. Hij vroeg me of ik met hem wilde meewerken. Ik stelde als voorwaarde dat voor elke rijke Jood ook een arme zou mogen emigreren. Van Spiegel ging akkoord. En bevestigde dat per brief. Dat is deze brief. Ik werd zijn vertrouwensman in Nederland. En hij gaf mij een schriftelijke machtiging, waarbij hij de selectie van de arme Joden aan mij overliet. Bij de rijken adviseerde ik. Wat heeft u met dat geld en die inschrijfformulieren gedaan? Dat ging allemaal naar generaal van Spiegel. Baron van Tuyl haalt het geld en de formulieren op. Iedereen op mijn lijst mag niet op transport gesteld worden naar Polen op bevel van generaal van Spiegel. Het wachten is nu op de vertrekdatum van de trein naar Zwitserland. Wanneer is dat? Dat weet alleen van Spiegel. Ik moet het even met mijn chef bespreken. Ja. Vraag, wie is Van Spiegel? Antwoord Londen, Matthäus 26, vers 72. Matthäus is toch het Nieuwe Testament? Mm-hmm. Ik ken de mens niet. Dus Londen kent Van Spiegel niet. Hoe is het met Bloemberg? 1 Samuel 23, vers 22 en 23. Gaat heen, vergewist u. Zie te weten te komen waar hij zich bevindt en wie hem daar gezien heeft. Want men heeft mij gezegd dat hij zeer listig te werk gaat. Dat je dat uit je hoofd kent. Dus Londen vertrouwt Bloemberg niet? Ze willen dat wij uitzoeken of hij met de Duitsers samenwerkt. Alsof ik niks anders aan mijn kop heb. Thank you.
Ze hebben de spullen, een meubel, van onze buren opgehaald. Dat waren Joden, maar onze fietsen stonden in hun schuurtje. En die hebben ze ook meegenomen. Mitgenomen, Fahrrad. Nu weten we twee ondergedoken Joden te zitten. Untergetaucht. Kunnen we onze fietsen terugkrijgen als we die twee Joden aangeven? Nee, dat gaat niet. Maar die beloning is 7,5 gulden pro aangezeigde Juden. Wij willen u vrijlaten. Mijn chef gelooft in uw eerlijkheid. Ik heb de leiding van de zaak. U wordt vrijgelaten, gaat naar huis gewoon verder uw werk doen. Als Von Spiegel of Van Teul langskomt, houdt u ze aan de praat en waarschuwt ons. Wij arresteren hen en maken een einde aan het hele complot. Hoe vindt u dat? Misschien kunt u in de Deutsche SD niet uw beste vriend zien. Maar vanaf nu moet u ons helpen. Anders kost het u het leven. Niet alleen u, maar ook uw vrouw en kinderen. Alles Gute. Is het nou echt nodig dat we die Blomberg schaduwen? Londen vindt het verdacht dat Blomberg met de Duitsers samenwerkt. Londen. Wanneer heeft Londen ooit iets voor ons gedaan? Ik weet niet of we wat aan Moskou hebben. De Russen knokken in ieder geval terug. Ach, Paul, houdt op. Daar gaat het nu niet om. We hebben te maken met deze opdracht. Als Blomberg met de Duitsers samenwerkt, moeten we hem liquideren. Eerst moeten we dat zeker weten. En verder wens ik geen discussie. Adres voor je gevonden. Waarvoor? Om het weg te laten maken. Ik wil het helemaal niet weg laten maken. Maar Hansje, denk nou even na. Je zit in het verzet. Het is oorlog. Ik wil het kind. En ze vinden dat je de groep in gevaar brengt. Waar wil je dat kind dan krijgen? Zorgt Peter wel voor. Waar zorgt Peter voor? Die heeft al twee kinderen die hij nooit ziet. We hebben allemaal belangrijke dingen aan ons hoofd nu. Peter ook. Ja, jou. Daar gaat het dan niet om nu. Ik wil het houden. Kan je dat begrijpen? Zal ik bij je blijven? Blijf liever alleen. Weet je het zeker? Ik ben moe. Londen wil dat we elkaar beter leren kennen. Zo. Wil Londen dat? Ja, dat wil Londen. Dat kan. We moeten van het leven genieten, zolang het nog kan.
Meneer Bloemberg kan dit vast verkopen. Die man die wou wel contacten. Zelfs met de SD, zelfs met Schwartz. Ja, echt iets voor Schwartz. Oké. Okay. Wat is de bedoeling? Hoe kom ik met Schwartz in contact? Je laat arresteren. Zonder flauwekul. Hoe kom ik op zijn kantoor? Vrouwen. Als ik daarvoor zorg, zorg jij voor het contact? Oké. Okay. Ik heb een schön nog wel op zijn meester. Zo. Dat ziet er weer schön uit. Echt? Dat is goed. Hallo. Hallo. Kun je goed eens even bijkomen? Ja, maar natuurlijk. Wacht maar. Ah ja, dat is het. Ja. Zo. Rosie. 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 Nou, zo, maar bis morgen. Bis morgen. Bis morgen, ja, schat. Sehen, halte ich mich an mein Versprechen. So machen Sie natürlich mit allen Frauen. Hm? Hm. Sie ersticken ja fast in Strümpfen. Willst du sie nicht anprobieren? So war es doch abgemacht. Nicht wahr, Herr Schwartz? Mhm. Darf ich? Ja, natürlich. Hübsch, sehr hübsch. Wollen Sie sie nicht auch mal anprobieren? Wir haben dieselbe Größe. Aha. Auf Wiedersehen. Danke. Sehen wir uns bald wieder? Natürlich. Bitte folgen. Bloemberg komt voor in de archieven van de SD. Hij staat bij Schwartz genoteerd als informant. Wat wil je nog meer voor bewijzen? Paul, ik ben niet overtuigd. Ik wil Bloemberg eerst zelf spreken. Ik ga niet zomaar iemand neerschieten. Hoe langer we wachten, des te meer tijd heeft hij om mensen te verraden. Peter van Dijk. Warum sagen Sie mir nicht, wo er ist? Ich würde mal gerne mit ihm sprechen. Sie würden ihn verhören und dann erschießen. Natürlich. Aber erst nach dem Gespräch. Zuerst will ich mit ihm reden. Ich habe Zeit. Er wird kommen. Er liebt Sie. Sie sind meine Lockspeise. Ja, er hat wohl etwas Besseres zu tun, als mich zu retten. Ich würde mein Leben für Sie einsetzen. Na, warum helfen Sie mir nicht? Nooit. Eine Sonderbehandlung, aber nicht das Gesicht. Peter van Dijk ist der Vater. Nein. Ach so.
Machen Sie wohl öfters etwas für ein paar seidene Strümpfe? Peter van Dijk interessiert mich. Wir haben viel Gemeinsames. Warum denken Sie, dass Männer wie wir diese Arbeit tun? Abenteuer, Geld, Macht, Frauen und nichts anderes. Es gibt auch andere Sachen, aber das verstehen Sie wahrscheinlich nicht. Was denn? Vaterlandsliebe? Demokratie? Nationalsozialismus? Ich möchte mal gerne mit ihm sprechen. Und Sie können mir dabei helfen. Sie können mir sagen, wo ich ihn finden kann. Das geschieht Menschen, die nicht sprechen wollen. Diese zwei Damen erbarmen sich gerne über schwangere Frauen. Sprechen werden Sie sowieso, Ihre Freundin hat auch ein Geständnis abgelegt. Nie wahr, Handschuhe vorhauen! Idioten! Ich hab doch gesagt, nicht das Gesicht! Nicht das Gesicht! Mein Chef wird ungeduldig. Er beginnt die Sache misstrauen. So von Teufel, was staat hier eigentlich mal? Na, natürlich, meneer Kohler. Prima. Dann sorgt u daarvoor dat ik hem zo snel mogelijk te spreken kan. Maar dat is helaas onmogelijk. Ik weet niet waar Van Tijl zit. Daarvan zorgt u. Anders kunt u uw lijst vergeten. Worden alle mensen op transport naar Polen geschikt. Meneer Vos? Hallo? Mooi plekje, hè? Die vinden ze hier nooit. Als ze iemand zoeken, vinden ze hem altijd. Aardige handel, niet? Echter Van Gogh. 20.000. Nog een echte Van Gogh, na zijn dood geschilderd. 2.000. Moffen zijn er gek op. Generaal van Spiegel heeft vast wel interesse. Je kunt er rijk mee worden. Samen tillen wij die man wel. Heeft u iemand gevonden? Dat is nou mijn vriendje Jan Pauw. Hij is ooit onderwijzer geweest. Meer onder dan wijzer. Dus u zou Baron van Tuil durven spelen? Meneer, onderwijzers zijn toch geboren toneelspelers? Net als politici. Ik zou zeggen, jullie redden je wel. En de poel is ook al geregeld. 10.000 handje contantje. Ik zal toch eerst een paar keer met uw maat moeten repeteren. Om te kijken of hij het aan kan. Natuurlijk. U repeteert me hier op zolder. Ik vind het best. Goed. Nog één keer. Want met de heren van de SD valt niet te spotten, dat weet ik uit ervaring. Kent u generaal von Spiegel? Ja. En waar woont hij? Weet ik niet. Maar u brengt toch regelmatig geld en formulieren heen en weer? Die brengt tot de grens, dan neemt een ander ze over. Wat is de werkelijke naam van generaal von Spiegel? Ja, kijk, daar geef je dus mee toe dat je weet dat het een schuilnaam is. We hebben bewijzen, baron von Tuil. Vertel op. Anders gaan wij andere methodes gebruiken. U moet me wat harder aanpakken, anders word ik niet bang. Goed. Wij hebben bewijzen, baron von Tuil. Vertel op! Anders gaan we andere methodes gebruiken. Goed, Bloemberg. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Werk jij met de Duitsers samen? Ik geloof niet dat het daar nu over gaat. Daar gaat het nu wel over. Spioneer jij voor de Duitsers? Wie bent u eigenlijk? Geef me een antwoord.
En nou wil ik de waarheid. Spioneer jij voor de Duitsers? Nee! Waarom ben je dan elke dag bij de SD te vinden? Ze hebben gedreigd om mijn vrouw en mijn kinderen te vermoorden. Ze hebben gedreigd om de Van Spiegellijst op te heffen. 600 mensen rekenen op mij. En daarom speel je een verradersrol voor de SD? Ik heb nog nooit iemand verraden. Wie is Van Spiegel? Generaal Van Spiegel is een Duitse verzetstrijder. Zeg, pas jullie een beetje op mijn spulletjes? Ja hoor, alles is in orde. Bedankt. Dat is alles wat ik wilde weten. Is dit het einde van onze samenwerking? Meneer Paul, wilt u meer geld? Ik kan u 5000 gulden extra bieden. Daar hoeft meneer Vos niks van te weten. Jan-Paul. Je moet mij helpen. 600 mensen rekenen op mij, anders zijn ze verloren. Ik heb iemand nodig die Baron van Tuyl speelt. Alsjeblieft, help me. Klaas en Piet en deze cel Hansje en Sanne. We moeten die deur door en die en die. En allemaal met verschillende sleutels. Wie heeft die sleutels? Weet ik niet. Bestaat er een loper? Weet ik ook niet. Hoe zijn die deuren beveiligd? Ik weet dat er bij de wacht een alarm is. Maar dat kan je alleen uitschakelen als je binnen bent. Dus volgens mij is het onmogelijk. Het moet gebeuren. Ja, we kunnen toch geen 10 man oproepen om 2 van jouw vriendinnen te redden? Zwanger. Sanne kent alle geheime codes uit de kop. Wat denk je dat er gebeurt als ze doorslaat? Ik kan het hele verzet opdoeken. Ze moeten eruit. Koste wat het kost. Hoe wil je daar binnenkomen? Hoe kom je aan sleutels? Hoe wil je het alarm uitschakelen? Ik ben tegen. Doe ik het alleen. Ik pak dus mijn zakdoek met mijn linkerhand uit mijn linkerbroekzak. Dan geef ik hem over naar mijn rechterhand. En dan veeg ik mijn hoofd af. Zo dus. Dat is het tip. De hele gevangenis zal ruiken dat de baron binnen is. Vertelt u eens eerlijk, meneer Vos. Waarom helpt u ons eigenlijk? Voor het geld. En dat we aan jodenmensen bij helpen, is meegenomen. Joden zijn goede kameraden, die verlinken je nooit. Voor de Duitsers had ik het nooit gedaan. Nog voor geen ton. Meneer, u kunt beter weggaan. Maar in de voorhal mag u toch wel komen? Ja, maar het past hier van de SD en burger. Die schoften kunnen u zo oppakken. Ja, dank u. Ik zal oppassen. Gaat u toch weg. Daar komt er. Meneer, ik heb een belangrijke afspraak. Oh. Als die afspraak belangrijker is dan uw leven, dan moet u het zelf maar weten. Helemaal niet. Ruitjes. Ik ben een baron. Ik ben een baron. Ik ben een baron. Ik ben een baron. Hier, doe het licht aan. Goed. Kom op. Kom op. Ga maar schommelen. Ik moet weer weg. Nu al.
We zien je nooit. Het is belangrijk. Belangrijker dan je vrouw en je kinderen. Is het gevaarlijk? Ik ben blij u te ontmoeten. Het spijt me, ik heb op het ogenblik helaas geen tijd. Ik begrijp dat u het druk heeft, maar ik wilde u wat vragen. Ik verzoek u om mij en mijn gezin ook op uw lijst te plaatsen. Ja, dat komt in orde. Lijkt namelijk dat uw Von Spiegel-lijst de enig betrouwbaar is. Alle andere lijsten die platsen vroeger of later. Het komt in orde, maar wilt u me nu alstublieft alleen laten? Het geeft niet als het wat kost. Gaat u nu rustig weg. Niet te hard lopen, rustig weggaan. Maar ik wacht hier op iemand. Ik heb een van mijn relaties gevraagd binnen wat voor mij te regelen. Donder op, man. Het is hier niet veilig. Ausweis bitte. Ich bin Gerstein von Mischerat. Warum sind Sie hier? Ich habe eine Verabredung mit Ihnen für ein Geschäft. Gehen Sie. Linkerhand in de linkerbroek zuig overpakken naar rechterhand. Voorhoofd afvegen. Je bent een aanwinst voor het verzet. Zo'n verwijs, bitte. Ah, dus u bent Baron von Teu. En daar neemt een Duitser ze over. Wie is die Duitser? Ik weet het niet. Herr Baron, sag mal, wie is die helper van Von Spiegel? Hij noemde zich Franz Josef. En waar kunnen wij die man vinden? Dat weet ik niet. Hij laat altijd een bericht voor mij achter in Café Royale. Dan wachten wij tot hij weer contact met u opneemt. Dan kan ik nu weer naar huis. Nee. Het spijt me. Maar u moet nog een paar nachten bij ons slapen. Tot wij alles weten. Wij posten in Café Royale.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dat kan ik met je. Naast Eefje. Doe maar. 3. Luister, je moet mee. Het wordt levensgevaarlijk, je moet nu echt met me mee. Ach, Leen, dat zal zo vaart niet lopen. Dat loopt zo vaart wel! 4, 5, 6, 7. Ik weet het, verdomme toch, kom op, mee! Nee! Na de kerst gaan ze allemaal weg! 12, goed zo, schat. Goed. En nou is papa aan de beurt, hè? Waar sta ik? Is papa mee? Ik wil hem even spreken. Ja, een ogenblikje. Nog even deze worp. 5. 1, 2, 3, 4, 5. In de gevangenis. Neel kan hier echt niet blijven werken. Ik blijf hier zolang ik wil. Je kunt me beter onderduiken. Schwartz gaat uw lijst opheffen. Volgende week gaat iedereen op transport. Hoe weet je dat? In mijn functie hoor je nog wel eens wat. Ga niet naar die Duitsers toe, het is te gevaarlijk. Leen heeft gelijk, we moeten onderduiken. Lieve schat, het is vlak voor de bevrijding. Ik kan toch al die mensen die op me rekenen nu niet in de steek laten. Nou, maak je maar geen zorgen. Hè? Zetten ze zich. Die Terroristengruppe von Peter van Dijk war sehr an ihrem Dossier interessiert. Dafür haben sie sogar 2 Frauen geopfert. Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung, Herr Schwarz. Ich lese hier, dass auf ihrer Liste 600 Juden stehen. Wie viel haben die Ihnen dafür gezahlt? Erwachsene 100 Gulden. Administrationskosten. Das ist ja heller Wahnsinn. 600 Personen, die könnten doch in unseren Arbeitslagern in Polen produktiv sein. Jetzt tun sie nichts. Das erfordert eine Gegenleistung. Entweder sie bringen mir also innerhalb einer Woche 100.000 Gulden oder die Leute werden abtransportiert. Oder aber sie bringen mir Peter van Dijk. Aber Herr Schwarz, ich möchte Ihnen gerne helfen, aber ich kenne ja gar keinen Peter van Dijk. Dann eben das Geld. Morgen is het zover, hou je gereed. Verhaftet. Aber warum? Schwarzhandel. Handel! Gezicht bij de muur! Handel tegen de muur! Je logeert bij de baron, dan kan je samen herinneringen ophalen. Meneer Bloemberg, wat is er gebeurd? Ik word verdacht van zwarthandel. Weet eens wie ik ben? Nee, maar ik ben nog niet verhoord.
slaapzacht. Wat er ook gebeurt, 2 dagen uw mond te houden. Goedemiddag. Ik heet Rienus Dijs. Ik heb illegaal geslacht. Ja, en een boel geld verdiend. En nou zit ik hier. Mijn naam is Baron van Tuyl. Oh, dag meneer. Blomberg, um Himmels Willen, was ist denn mit Ihnen passiert? Das alles wäre doch nicht nötig, wenn Sie etwas mehr mitarbeiten würden. Sagen Sie mir, woher kommt das Geld? Oder sagen Sie mir, wo ich Peter van Dijk finden kann? Arbeitet er mit von Spiegel zusammen? Ich könnte Ihre Frau und Ihre Kinder abtransportieren lassen. Denken Sie da mal drüber nach. Ich gebe Ihnen bis Mitternacht die Zeit. Wenn Sie bis dann noch nichts gesagt haben, lasse ich Sie erschießen. Frohes Neues Jahr. Ach nee, das gilt natürlich nicht für Sie. Jezelf aangeven. Waarom zou ik mezelf aangeven? Omdat jij Peter van Dijk bent. En wat dan nogal zou ik Peter van Dijk zijn? De arrestatie van Peter van Dijk betekent de handhaving van de Von Spiegel-lijst. Daarmee kan je 600 Joden redden. En mijn vrouw en mijn kinderen. Het verzet heeft mij nodig. Verzet? Welk verzet? Voor jullie is het verzet toch alleen maar een leuk avontuurtje. Een verzetje waarvoor je uit vrije wil kan kiezen. Maar ik heb geen vrije wil. Als ik wil overleven, dan moet ik de Duitsers om de tuin leiden. Met ze samenwerken. Ze te slim af zijn. Dat is mijn verzet. Dat is geen verzet, dat is collaboratie. Oh, en iedereen kan met mijn pistool schieten. Dat is geen verzet, dat is dom geweld. Het verzet is niet voor het links en rechts neerschieten van tegenstanders. Als ik tientallen mensenlevens kan redden door 1 iemand neer te schieten, doe ik dat. Oh, en als je 600 mensenlevens kan redden door jezelf aan te geven, dan doe je dat niet? Als het hele verzet zich aangeeft, houden de Duitsers dan op. Als jij het zelf niet doet, dan doe ik het. Als jij mij verraadt, dan vermoord ik je. Oh ja. Daar ben je toe in staat, Peter van Dijk. Dat heb ik gezien. Maar die arts offerde zich wel op voor anderen. Ik weet nog heel goed wat hij zei. Pleeg geen verzet uit eigen belang of avontuurzucht, maar uit menselijke waardigheid. Het is jammer dat jij niet in staat bent om die raad op te volgen. Bang dat je ontsnappingspoging mislukt, hè? Ze delen een nieuwjaarsverrassing uit. Het Rode Kruis wenst u een gezellige oudejaarsavond en een gelukkig nieuwjaar. Een gelukkig nieuwjaar. En u een gelukkig nieuwjaar. En u, meneer, gelukkig nieuwjaar. Goedenavond samen. Dat mag jij niet hebben, hoor. Is die koosje? Spelletje poker. We hebben niet eens kaarten. Oh, wacht maar even hier. Hou eens even vast. Zo. Zo. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde fehlt, wo wir mit dem Abendgold gehen, dann kann
Nou, maak het niet te laat, dames. Machen Sie weiter. Das ist ja nur einmal im Jahr Silvester. Au ja! Hallo! Hij is doodziek, heeft een dokter nodig. Hoe komen ze eraan? Hebben we zelf gemaakt. Echt staan! Hebben we zelf gemaakt. Steenkolen stelen. De oorlog proberen te saboteren. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft die Jood gedaan. Daar zul jij spijt van krijgen. Ik heb niets gedaan. De hele vleugel naar buiten voor strafarbeid. Snel, naar buiten! Snel, snel! Laat de dames maar eens zien wat jullie waard zijn. Ik ga jou en jou leren zieren. Dan ben je gewend als de één kool is. Doorlopen, joh. Is het zover? Eerst steenkolen jatten en het dan mee knoeien. Ik zal je steenkolen laten vreten. Smerige smaus. Zo kan je ook het oude jaar vieren. Neem die kolen mee, kom hier. Altijd gooien, altijd raak. En altijd raak is, altijd prijs. En blijven gooien daarachter. Want wij zijn zonder zonde, dus wij kennen stenen gooien. Oh. Laten die Jood de poeftol eens van binnen zien. En nog eens uit. Bleiben Sie doch.
Die Schlüssel von B25 und B27. Schnell! Ich bin Deutscher. Ich glaube an unseren Führer. Ich bin bereit zu sterben. Fabelhaft. Ihr kommt mir wie gerufen. Ich habe gerade einen Terroristen fertig gemacht. Heil hin! So. En jij dacht dat je het allemaal alleen kon? Ja, dat dacht ik wel. Spiegel sein, gaan u en uw familie ook naar Polen. Na! En als ik het vertel, wat gebeurt er dan met mij? Dan krijgt u een baan bij de administratie van een Hollands kamp. U zult het niet geloven. Maar zeg maar, wie is die echte van Teul? Dat ben ik. Wie weet? Ik ben van Tuil. Want ik heb baron van Tuil verzonnen. Maar wie is dan generaal van Spiegel? Dat ben ik ook. Ik zal u de hele waarheid vertellen. Ik heb alles gelogen. Ik heb generaal von Spiegel verzonnen. Om te helpen. Om anderen te redden. Ik heb een Duitse generaal verzonnen om de Joden moed te geven. Want waar moed is, daar is leven. Dat is de waarheid dus. Dat is de waarheid. Ik heb alles verzonnen in mijn eentje. Om hoop te geven en tijd te winnen. Als u onderschrijft, kunt u niet meer terug. Wij maken geen rotzooi met officiële papieren. Ah zo, blijft u daarbij? Kijk maar. Wat ik nu daarmee maak. Geloof u geen woord. Geen woord. U liegt. U heeft altijd tegen mij gelogen. Eugen von Spiegel bestaat wel. Wilt u mijn hele carrière kapot maken? U kunt mij tot daardoor helpen. Dat u mij eenvoudig die waarheid vertelt. Eugen von Spiegel bestaat wel. Is das generaal van Brauchitsch?
weiß es. Sie brauchen nur mit dem Kopf zu schütteln. Ja oder nein? Ist das General von Brauchitsch? Nu kan ik u niet meer helpen. Nu moet ik u naar een kamp sturen. U heeft mij bedrogen. En ik voelde voor u als een broer. Je bent geraakt door twee kogels. Eentje zit in je bil, dat is geen probleem. Maar die andere zit in je ruggengraat. Die moet eruit gehaald worden door een operatie. Waarschijnlijk blijven je benen verlamd. En je kan je plas niet meer ophouden. Vrouwen? Nou, laten ze me dan maar meteen afmaken. Op uw lijst gestaan. Dan zit ik toch in het kamp. Maar dan wel bij de ordendienst. Ik heb nog geluk gehad. De rest van uw lijst vertrekt dinsdag naar Polen. Meneer Bloemberg, de vrouw is erop. U kunt haar eventjes spreken. Goed, een minuutje, niet lang. Met de kinderen. Hoe is het met opa? Opa is naar Polen. Neel is met hem meegegaan om hem te verzorgen. En de kinderen? Eva is... Veel kinderen sterven hier. Ik heb daar jeuk. Oh, dat is een goed teken. Ik voel niets. Alleen jeuk. Je moet hier niet meer komen. Het is te gevaarlijk. Maar ik wil voor jou zorgen. Je moet voor ons kind zorgen. Ik wil dat het mijn naam krijgt. Zo, meneer Bloemberg. Gefeliciteerd. U bent genezen verklaard. U mag op transport. Vrouw.
vrouw en de kinderen gezien. Zo, Herr Blomberg, u kunt kiezen. Of u gaat naar Polen, of u helpt mij. U dacht toch niet dat u zo eenvoudig van mij af kon komen? Maar wat wilt u dat ik nog verder vertel? Iets wat mijn chefs geloven kunnen. Maar ik heb u de hele waarheid verteld. U verzint maar wat. U kunt toch zo goed liegen? Mijn vrouw en mijn kinderen? Wacht, ik zal zorgen dat je hier blijft. Ik wil niet hier blijven. Mijn vader is weg, mijn moeder is weg. We willen bij je zijn. Maar niemand weet wat ons in Polen te wachten staat. Herr Blomberg, er wordt op u gewacht. Hier, dat zou je nodig hebben. Ik zie het aan je. Ze hebben iedereen gepakt. Paul is bij zijn arrestatie neergeschoten. Is hij dood? We moeten echt weg hier. Het is niet veilig meer. Ze zijn ons op het spoor. Ik blijf hier. Jij moet een andere schuilplaats vinden. Maar ik ga niet alleen. Ik ga niet zonder jou. Je moet. Jij kan nog iets betekenen in het verzet en ik niet. Ik wil je niet meer zien. Ik wil je niet meer zien. Sanne, ik trouw met je naar de oorlog. Es freut mich sehr, dass ich Sie endlich kennenlerne. Ich wollte schon so lange mit Ihnen reden. Schwarz.
Peter van Dijk.